September was een relatief kalme maand. Na bijna een maand in Azië te zijn geweest in de zomer, heb ik toch begin september mijn hoeveelheid aandelen in Alibaba vergroot. De reden? Nou, vanwege de ondernemerschapscultuur die ik gezien heb. Toen ik jong was, kende ik het vooral uit de Verenigde Staten. Maar Aziaten zijn er zoveel meer bedrevener in. Vandaar. Nou, en wanneer je dan ziet, schaam je jezelf eigenlijk wel hoe ondernemerschap in Europa zo enorm wordt overgereguleerd. Hey, wat goed dat je weer kijkt. Mijn naam is Servando Crespo, de Personal Finance Teacher. Vergeet je niet te abonneren en like deze video als je me wil volgen op mijn pad naar financiële vrijheid. De afgelopen maand heb ik eigenlijk nauwelijks naar mijn portfolio's gekeken en was dus wel enigszins verrast van het resultaat na een matige augustusmaand. Mijn dividendportfolio. Mijn dividendportfolio heeft geen wijzigingen ondergaan en ziet er qua samenstelling dus nog steeds hetzelfde uit. In september is mijn dividendportfolio licht gedaald. Inclusief dividend is het rendement onveranderd. 0% dus. Tot nu toe zijn zowel Altria Group als VC Properties mijn toppers in dit portfolio. Altria is in september wel gedaald, maar voor 2024 staat er een geweldige plus van 31,2%. Nou, VC Properties is in september eveneens iets gedaald, maar staat voor 2024 met 29,1% in de plus. De totale hoeveelheid dividend die ik in september heb ontvangen was afgerond €410. Alle dividenden zijn toegevoegd aan mijn cashpositie. Nou, ook in mijn ETF-portfolio heb ik geen wijzigingen toegepast. In september laat mijn ETF-portfolio een plus zien van 1,2%. Het Cloud Computing Fund presteert het beste met een plus van 1,6%, maar staat voor geheel 2024 nog steeds in de min met 5,1%. Nou, voor het jaar 2024 staat mijn JP Morgan Global Equity Premium Income ETF het vetst in de plus met een plus van 33,2%, gevolgd door mijn Semiconductor ETF met een jaarplus van 25,8%. Nou, tenslotte heb ik dus in mijn groeiportfolio mijn positie in Alibaba uitgebreid met 20 stuks. De reden is dat het fonds in zowel juli als augustus is opgelopen en daarmee de dalende trend heeft gekeerd. Technisch was begin september voor mij het juiste moment om Alibaba bij te kopen. Nou, in september liet mijn groeiportfolio een flinke plus zien van 1,8%. Vorige maand stelde ik al de vraag of dit Chinese bedrijf eindelijk zijn belofte ging inlossen. Nou, het antwoord was dat dit mijn best presterende fonds in augustus is geworden. De Chinese overheid heeft besloten om de virtuele geldpersen aan te zetten. En dat heeft geresulteerd in een enorme koopgolf van zo'n beetje alle Chinese aandelen. Ten slotte, Novo Nordisk, mijn Deense hardloper, heeft een flinke veer gelaten in september en laat een min zien van ruim 15%. Exor, deze Italiaanse handelsmaatschappij die in augustus nog een prachtig resultaat liet zien, laat nu een min zien van 5,2%. Nou, voor 2024 is dit mijn enige groeifonds dat nog in de min staat. Kan ik dit nog wel een groeifonds noemen? Nou, meer daarover een andere keer. Het rendement van alle drie de portfolio's bij elkaar opgeteld staat in de maand september in de plus met een mooi percentage van 1,4%. Waardoor mijn totale beleggingen ten opzichte van augustus zijn gestegen tot ruim boven de 3 ton, namelijk met €3000. En dat is zonder dividenden. De totale waarde inclusief cash is voor het eerst dus gestegen naar boven de 300.000. Mijn cashpositie is nu net iets boven de 25.000. Nou, het totale rendement tot nu toe in 2024 staat op 12,9% ex-dividend en een fantastische 19,9% inclusief dividend. Nou,
Maar voor de komende maand ben ik nog steeds huiverig. Afgelopen week heb ik verteld tegen mijn beleggingsstudenten dat zowel september als oktober historisch gezien slechte maanden zijn. Oktober is een van de beruchtste maanden vanwege enkele grote beurscrashes die in deze maand hebben plaatsgevonden. Zoals de crash van 1929 en de crash, de eerste die ik heb meegemaakt, van 1987. Dit heeft geleid tot het idee van een zogenaamde oktoberangst op de markten. Echter, ondanks de negatieve associatie met oktober, is deze maand historisch gezien niet de slechtste maand qua gemiddelde beursresultaten. De slechtste maand voor de beurs is gemiddeld gezien nog steeds september. Het september-effect dus. Er zijn verschillende redenen die kunnen verklaren waarom september historisch gezien zwakker is. Maar de opvallendste reden is dat veel beleggers hun portefeuille, hun portfolio na de zomervakantie herstructureren. Waardoor er in september vaak meer volatiliteit is op de markten en beleggers dus voorzichtiger zijn en dus meer gaan verkopen. Mijn belangrijkste advies is en blijft staan. Gaat de pleuris uitbreken, dan adviseer ik bij deze al dat je niet in paniek moet raken. Een crash hoort nou eenmaal bij een gezonde beurs. Zorg dat je genoeg cash hebt, want in een berenmarkt wordt je toekomstige vermogen verdiend. Tot ziens, tot volgende week. Doei!